U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking boven Nederland en de wolkenvelden die we nog op de satellietfoto zien zijn over het algemeen sluierwolken waar de zon makkelijk doorheen schijnt. Een prachtig zonovergoten ochtend met na een koude start temperaturen die langzaam oplopen naar 5 tot 7 graden. Er staat niet veel wind uit het oosten tot zuidoosten, ook vanmiddag. Dan gaan de temperaturen verder omhoog naar 12 tot maximaal 15 graden. Die 15 graden zouden we dan in het zuidwesten van het land moeten tegenkomen, de laagste temperaturen in het noorden. Vanavond nog brede opklaringen, temperaturen langzaam dalend naar een graad of 9 en er blijft nog steeds weinig wind in het weerbeeld. Morgen gaat de wind wel toenemen, draaien naar het zuidwesten, wordt matig tot vrij krachtig. In de loop van de dag komt er meer bewolking, de regen die we op het kaartje zien staat pas voor de avond op het programma en het is vrij zacht, 14 tot 17 graden. Vrijdag een heel ander verhaal, er valt nog een enkele bui, maar er is ook wat zon. 10 tot 12 graden dan maximaal en een stevige noordenwind. Zaterdag is er weer geregeld zon, met laat op de dag in het zuiden misschien wel een eerste bui. En ook zondag valt er een enkele bui, vooral in het zuiden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.